een nieuw onderdeel in de mis. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60 van de vorige eeuw is de zogenaamde voorbede, ook wel het universele gebed genoemd. Na de geloosbeleidenis neemt iemand het woord en legt intenties voor aan de gemeenschap en roept op om voor die intenties te bidden. En dat doen we dan ook bijvoorbeeld door samen te zeggen: wij bidden u verhoor ons heer. Met dit gezamenlijke gebed gaan we in op een oproep die we Paulus horen doen in de tweede lezing van volgende zondag. Bid dus voor allen, schrijft hij. Hij maakt dus duidelijk aan de christelijke gemeenschappen dat niet alleen het gebed op zich cruciaal is voor het christelijke leven, de beleving van de band met God, maar dat dat gebed verband moet houden met het goed van de hele gemeenschap, van de hele mensheid zelfs. En hij maakt het nog concreter. Paulus. Hij schrijft bid voor koningen en hoge plaatsen. En ik denk dat dat op dat moment absoluut niet zo vanzelfsprekend was. De jonge christelijke gemeenschappen ervaren vervolgingen. En soms groeien die vervolgingen uit de woede van de gemeenschap van de basis. Maar vaak ook wordt die georganiseerd door de overheden, door koningen en hoge plaatsten. Bid voor hen wil zeggen, bid voor de mensen van wie je bang bent, degene die je naar het leven staan, de vijand in zekere zin. Bidden voor mensen met wie je niet overeenkomt. Bidden en intenties verwoorden die misschien niet vanuit jezelf zijn gegroeid. Dat is de uitdaging van dat moment van de voorbeden. We leggen op dat moment niet de bedes van de verschillende individuen samen. Dat mag je doen in het individuele en devotionele gebed. Maar tijdens de Eucharistie is het de uitdaging om intenties te verwoorden waarvan je weet, of toch tenminste je erop mag op vertrouwen, dat de hele kerk. Datzelfde gebed mee ondersteunt, daarachter kan staan. Dus tijdens de voorbeden hoort niet een bede thuis om zonnig weer morgen. Omdat je toevallig iemand kent die dan trouwt en die willen mooie foto's hebben en een tuinfeest houden. Want je weet dat er ook landbouwers zijn die echt uitkijken naar regen, voor wie regen uh, redding gaat betekenen en hun leven op hun land. Bidden voor het een betekent bidden tegen het andere. Dat kunnen we niet maken. Ik heb ooit in Jeruzalem gewoond tijdens de Tweede Intifada. Een moment van verschrikkelijk geweld. En de voorbeden waren in het klooster waar ik woonde vrij. En ik heb eens meegemaakt dat in dezelfde Eucharistie. Iemand bad voor de Palestijnen tegen de Israëli's en iemand antwoordde voor de Israëli's tegen de Palestijnen. Kijk, dat is het beeld van hoe voorbeden niet bedoeld zijn. Intenties verwoorden die wij als kerkgemeenschap meedragen, zelfs al vraagt het van ons een grote inspanning, omdat we ons misschien niet verbonden weten met bepaalde groepen. Ons misschien zelfs wat afzetten tegen bepaalde mensen. Bang zijn, bijvoorbeeld. De grote uitdaging om voor allen te bidden. Een mooie oefening is om voor jezelf eens na te gaan: welke groep van mensen ligt het voor mij moeilijk om mij daarmee te verbinden? Om God te vragen met hen bezig te zijn. Of misschien welke personen hebben mij zodanig gekwetst dat ik liever niet voor hen zou bidden. En dan proberen dat toch te doen. Dan proberen de verbinding te zoeken met onze barmhartige vader. Die voor de hele mensheid arm en rijk. De levengevende wil zijn, de verzoenende en vergevende. De Eucharistie is op het moment van de voorbeden een moment om te oefenen in die universele liefde. En God weet hoe belangrijk dat is in de wereld van vandaag.